Now the sunshine brings the light. Fill me out with a flame. I will let you in this game. De nacht ons zo is met groen licht aan. Oh, groen licht, blauw. Oh my. Oh, wat is dit dan, joh? Zo, nou ga die maar even ik gooi oranje eraf hoor. We gaan even achteraan rijden, even kijken. Ik zet het op vooraan. Ja, als je dat überhaupt ziet, dat zal wel niet. Gaat het hier af? Nee. Oh, wat een ding, man. Ik zie letterlijk helemaal niks. Ik zie die lijnen gewoon naast zijn auto, zie ik niet meer, man. Oh mijn god. Ja, als we blauw aangooien? Nou, hij heeft dat zin. Hij heeft meer blauw dan wij hebben. Ik zal even blauw aanzetten. Ja. Ik gooi anders even heel snel de sirene erop. Zoiets? Ja. Nou, ja, wie weet. Zien wel. Ik weet niet of die helemaal dicht is of dat een open wagen is, dan zou die in principe nog iets moeten horen. Ik zet blauwe uit hoor. Heeft hem wel? Ja, ik zet hem ook uit. Als hij nou hier naar af gaat, dan kunnen we hem hier. Dan zijn we de snelweg af. Ah. Je de voorrij anders? Gaan we hier de. Wat gaan we doen nou? Hier eraf ja, dan. Ja. Oké, kijk, okay, hier zijn we in ieder geval de snelweg al af. Dat is al een stuk veiliger. We wachten wel even op dat stoplicht daar en dan. Ja. Zie jij iets van een kenteken? Ik zie helemaal niks, ik zie alleen maar blauw. Oei oei oei. Ja. Gaat hij nou... Hij stopt. Oh, wat maakt hij voor een geluid? Hij heeft ook nog eens een andere toeter volgens mij. Jongen, jongen, jongen. Wat Heb je dit ooit gezien eerder? Ik zit tuurlijk niet. Jij wel dan. Ik zit ongeveer nu al 20 jaar bij de politie en... Oei oei oei, het is de eerste keer dat ik dit zie. Ik vraag me nog steeds af of hij ons wel gezien heeft eigenlijk. Ik ga er even naast rijden. Ik zie hem niet eens. Zit er wel iemand? Hallo politie! Meneer, politie, of mevrouw. Ik zie het niet. Er is een alien in, wat is dit nou? Aan, ja. Stil op het midden van de weg. Ik stap even snel uit. Hey, hallo politie! Kun je even hier rechts stoppen? Hallo. Om de hoek. Oh, mijn ogen. Meneer, hallo. Ja? Hallo? Hallo, hoi. Zeg meneer, kunnen we even... Ah, jongen. Kunnen we even rechts om de hoek gaan stoppen? Kun je ons even volgen anders? Ja, ja jongen. Ja, oké. Okay. Nou, hij gaat ons volgen hoor. Ja, mag ook wel. Het is niet helemaal 100 geloof ik, wat hij wel... Nou, hij heeft wel zin in. Oh. Nou, binnenkom maar even naar de oogarts, want ik geloof dat ik van alles weg heb gebrand in mijn ogen door dat licht. Ik zie ook helemaal niks meer in mijn spiegels, hè. Echt, dit is zo gevaarlijk. Nou, voor me zie ik ook niet veel. Door dat licht. Kom maar. Ja, ja, rijd dan door. Ja, goed zo. We gaan er wel zo hier aan. Ja, hier rechts kun je meteen... ja, goed zo. Oké. Okay. OC54, wij houden momenteel een heel raar voertuig staande. Wij zijn even mee bezig, dank u. Nee, mag even uitstappen voor mij. Oh. Hallo. Oh. Zo. Oh. Waar ga jij heen? Waar, hey, wat heb jij aan? Mijn bak. Oh. Kun je dat ding even afzetten, meneer? Ja, nou ja, ja de bak hoef je niet uit te doen, maar even alleen de... Oh ja, de het is toch een hoofd wat af kan mag kopen, hè? Ja, ja. Oké. Okay. Oh, kijk eens aan. Hallo. Hey, goeiedag. Hey, praat je even met hem? Ga even kenteken. Ja, is goed. Hallo. Hey, goeiedag, inspecteur Django, Rotterdam Rijnmond. Hallo. Weet je waarom we hier staan hebben gehouden? Ik ga naar Mars. Ga jij naar Mars? Ja. Oké, okay. Heb je identificatiepapieren bij in je rijbewijs? Aliens hebben geen bewijs. Zeg meneer... Je hebt geen rijbewijs? Wat zeg je? U heeft geen rijbewijs, is dat nou wat u zegt? Nee, jawel, dat heb ik wel. Kan je die even laten zien?
Ja hoor. Oké. Oh, daar gaan we weer. Oh, mijn ogen. Dankjewel. Ik ga proberen er nog naar te kijken, want volgens mij ben ik nu blind. Wat vindt u van mijn lapjes? Nou, meneer, die zijn heel mooi. Controleer jij maar even dat. Even nee, meneer, hoeft niet. Oh, god, nee. Ja, nee, laat maar, meneer. Kom, kom maar even. Ja, goed zo. Zeg, meneer, het volgende. Waar gingen we ook alweer naartoe? Naar Mars. Naar Mars? Zo? Ja. Dat is wel ver rijden. Gaat u met deze auto? Ja. Kan u ook vliegen? Ja. Nou, echt, hoor. Ja. Even wel mooie motoren achterop. Ja. En hoe hard gaat die? Weet ik niet. Ik heb je papieren terug. Trouwens, hij heet Matthijs Donkersloot. Nou, meneer Donkersloot, even... ik weet niet of je van de hoogte bent, maar u heeft hele felle lampen. Hele felle lampen. Nee hoor, dat valt wel mee. Beetje blauw. Vind je dat fel? Een beetje blauw, ja. Ik zal even zeggen, uw lampen zijn feller dan ons blauw-blauw op onze auto. Ja, dat weet ik, dat is mooi. Dat is niet de bedoeling. Jawel, dat is mooi blauw. Ja, het mag misschien mooi blauw zijn, maar dat mag niet volgens de wet. Echt wel. Mag niet. Echt wel. Ik ga niet de discussie aan met u, meneer. Ik woon op Mars, dan mag alles. Zeg, meneer, heeft u ooit het voertuig laten keuren ergens? Op Mars hoeft dat niet, hè? Nee, oké, maar er zit ook geen kenteken op, hè? Nee, op Mars hebben we geen kentekens. Nee, goed, maar we zijn nu op aarde en daar moet dat wel. Ja, maar ik ga naar Mars weer. Ja, maar goed, we zitten nu even maar op aarde. Maar je rijdt een voertuig op aarde. Dus momenteel moet je ook aan aardelijkse regels houden. Ja. Zodra je pas weer echt op Mars bent, dan mag je rijden zoals je wil. Maar... Ja, ik ga nu naar Mars. Oké, wacht. Collega, kun je even meekomen? Nog steeds. Kom maar. Even. Meneer, we zijn ze terug, hoor. Ja. Zeg, heb je iets van een woonadres... Oh, daar gaat u. Oh, daar gaat u. Heb je iets van een woonadres van een psychiatrische inrichting of zo? Waar die, Nee, hij zou... Er staat gewoon bij dat hij 100% is. Nou ja, geen aandoeningen heeft, om het zo te zeggen. Hm. Dus dan gaan we even een drugstestje afnemen. Lijkt me een verstandig plan. Dat lijkt me zeer verstandig. Ja. Ik gooi even de achterbak open. Ja, is goed. Zo meneer, daar zijn we weer. Hallo. Je hebt ook een hele mooie toeter. Ja. Echt. Meneer, heeft u iets ingenomen de afgelopen 24 uur? Eten. Eten, wat voor een eten? Lekker eten. Lekker eten, nou. En geen drugs of alcohol? Weet ik niet. Een pilletje of zo? Hier is van. Ja, dank je. Hey, meneer, ik ga even een speekseltest bij je afnemen. Waarom? Ja, dat gaan we even kijken of je misschien iets van drugs heeft ingenomen. Oh, oké. Ja? Ja. Goed. Mag even de mond open doen voor mij? Heel goed. Ga even met een stokje er langs hoor. Zo, helemaal goed joh. Ja. Nou, moment hoor. Eens even kijken. In het zakje als het blauw wordt ofzo. Ja. Nou, nog blauwer dan zijn auto. Hartstikke positief. Nog blauwer dan zijn auto. Ja. We gaan hem aanhouden. Ja. Ik ga alvast even een takelwagen op. Ja, lijkt me verstandig. Meneer, kom even hier. Blijf weer van de straat af. Waarom? Omdat u midden op straat staat. Kijk, er komt een auto en die rijdt ons bijna aan. Kom maar even snel hier weg. Oh. Meneer, het volgende. De drugstest die was positief. Ik ben bij deze aangehouden voor rijden onder invloed van drugs. Ik ben niet de antwoord verplicht in mijn recht op een advocaat. We gaan even niet naar Mars, maar we gaan naar de cel. Nee, blijf maar even hier staan. Welke drugs? Welke drugs, daar moeten we op het bureau precies even uitzoeken. Het enige wat wij hebben is een soort van vloeistof dat blauw wordt. En dat geeft aan of jij Mijn lappen zijn blauw. Ja, maar het was nog blauwer dan jouw auto. Zo blauw was het. Ja, echt. Mag ik dat zien? Ja, zeker. Kijk eens hier in het zakje. Even, oh ja. Even kijken hoor. Ja, nee, nee. Uitstappen. Oh, waarom? Goed meneer, ik ben op dit moment aangehouden. Oh. We gaan nu wel even boeien. Waarom? Van jou en onze veiligheid. Ja, dus je mag je even omdraaien. Oh. Waarom? Zeg maar even om. Even omdraaien. Wat is vraag. Buiten de klauwen en de tenen die extreem scherp zijn, heeft u nog andere scherpe voorwerpen bij die niet mag?
Die niet mogen. Nee? Oké, dan ga ik je even fouilleren. Nou, geen zakken of dergelijke. Nou ja, voor de rest is allemaal goed. Oké. Hey, je bent bij deze aangehouden. Je hebt het recht om te zwijgen. Alles wat je zegt kan en zal tegen je gebruikt worden in de rechtszaal. Je hebt het recht op een raadsman. Kun je deze niet veroorloven? Dan wordt er eentje aangewezen door het Openbaar Ministerie. Heb je begrepen wat ik zojuist heb gezegd? Apostel rood. Oké, nou dan zal u nog verder hulp krijgen op het bureau en dan zal het wel alles in detail worden uitgelegd. Ja. Ja? Goed zo. Ja, dan zet ik hem even aan de kant. Laten we even een transportje komen. Ik zal hem even... Let op hoor, met je ogen. Ik ga hem hier even parkeren. Misschien niet bij als we hem zelf voeren. Ik denk dat het anders is. Oei, oei, oei. Ja, ik moet toch even... Oeh, ik zie niks. Oeh, die rijdt. Waarom pakt hij mijn auto? Moet hem even aan de kant zetten, meneer. Anders raakt uw auto beschadigd. Waarom? Want anders krasjes opkomen. Oh. En dan doen de lichten het niet meer. De mooie lampen. Ja. Zo. Stefan. Ja. Wil je zo hem anders zelf meenemen? Want anders duurt het weer veel te lang. Ja, bureau is hier om de hoek, hè. Kom maar. Ja, daarom. Ik ga even bij hem zitten. Ah, kijk eens aan. Weer de achterbak dicht? Yes. Toppie, dankjewel. Zo meneer, daar zitten we dan. Hallo. We gaan naar het bureau. Okay. Ja, 540C, staanhouding code 4, kunnen wij een transportje ter plaatse krijgen op Rotterdam Stad. We hebben daar een speciaal voertuig staan dat gesleept moet worden. Signalementen zijn felle blauwe lichten. U ziet hem zo. Ja, ruimteschip, kun je ook zeggen. Dank u wel. Als je hier links gaat, dan zijn we bij het bureau. Oh, het is groen joh. Ja, voor hen ook blijven. Zo meneer, en hoe lang moest je nog naar Mars? 10 minuten. 10 minuten, nou. En waar ligt Mars dan precies vanaf hier? Wat? Waar ligt Mars dan precies vanaf hier? Om de hoek of zo? Nou, je gaat eerst naar links. Mm-hmm. Dan naar rechts. Ja. Dan weer naar rechts. Mm-hmm. En dan naar links. Oké. Nou, moeten we daar straks eens zijn. Ja. Stoplichten lijken ook wel eens zo lang op rood blijven staan. Het is gewoon helemaal z'n pesten. Of de detail met zijn magische krachten. Vertel jij me even wat er gaat gebeuren op het bureau? Goed meneer, we gaan er zo meteen in een cel stoppen. Ja. Nou ja, die praten met de hulpofficier van justitie. Ja. Die gaan er in een en ander controleren bij u. Ja. En dat kan een uurtje of 6 duren voordat hij bij u is. Ja. Ja? Begrijpt u alles wat ik heb gezegd? Ja. Oké. Nou, we zijn er. Top. Collega's, kunnen jullie deze meneer mee naar binnen nemen? Dan gaan wij weer verder. Dankjewel. Tot ziens. Meneer het beste. Ja. Oh, dat is een rare gozer. Nou. Prachtige auto natuurlijk. Hoogtepunt van de carrière, denk ik wel. deze ga je onthouden. Zullen we Mars eens gaan opzoeken? Ja. Links, drie keer rechts, links was het. Links, drie, ik dacht twee keer rechts. Oh, ik weet het al meer, we komen er wel. Ja, komt wel goed.